De preventievoorlichting Lymfoedeem is bestemd voor mensen die behandeld zijn voor kanker en een kans hebben op het ontwikkelen van lymfoedeem. Lymfoedeem is een ophoping van eiwitrijk vocht, oedeem, wat veroorzaakt wordt door een belemmering van de afvoer van het vocht. Tijdens de lezing geven wij in eerste instantie over van wat is lymfoedeem, hoe kan het ontstaan. Maar ook zo wat voel je of hoe kan het zich uiten. Maar ook hoe kan men zelf controleren. Men leert ook het opmeten van de arm. Op deze manier kunt u het thuis goed in de gaten houden. Preventie van lymfoedeem is heel belangrijk om te voorkomen dat je beperkingen krijgt in het functioneren van je arm of van je been. Het kan behoorlijke beperkingen geven en daarom is het belangrijk om van tevoren al iets te doen zodat het niet kan ontstaan.